En welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Kutleven. In de afgelopen weken verschenen er 2 video's op YouTube. Video's die met veel plezier waren gemaakt. Met passie en overtuiging. En niet te vergeten een snufje humor. Video's die gemaakt waren om de kijkers, jullie, te vermaken. Maar wat gebeurde er? Nadat beide video's online kwamen, begonnen kijkers massaal te reageren. Massaal. En dat is leuk. Ik hou ook van reacties. Dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat je geniaal bent, of dat je echt weer die 1 miljoen subs moet terugkrijgen. Maar deze reacties waren van een hele andere aard. Nee, heb ik het niet over aardstaartjes. Dit ging namelijk niet over de inhoud van de video's. Het waren geen opmerkingen over pandaberen met mandjes of een dikke Aziatische etende man. Nee, wat hier gebeurde heeft mij diep geschokt. Het ging over de oorbellen van Dylan Haegens. En niet op een heel positieve manier. Zo van, geniale oorbellen. Of, als Bas zijn 1 miljoen subs heeft, neem ik ook van die oorbellen. Nee, nee. Men sprak werkelijk schande van deze oorbellen. Waarom had Dylan oorbellen in? Sinds wanneer? Waren dat wel oorbellen? Waarom wisten we daar niks van? Waarom had hij dat niet van tevoren aangekondigd? Waarom hadden zijn abonnees hier geen stem in gehad? Nou, Dylan, hè? Kan dat überhaupt wel? Dat iemand zonder te overleggen met zijn fans zomaar oorbellen indoet. Waarom deed Dylan zijn kijkers dit aan? Was het nog terug te draaien? Kon het chirurgisch hersteld worden? Konden de gaatjes weer dichtgemaakt worden? Had hij soms ook ringen of bellen op plekken die zijn fans niet kunnen zien in de video's? En waarom laat hij die dan niet zien? Nou? En waarom is mijn internetprovider zo traag met het repareren van mijn glasvezelverbinding in mijn straat? De laatste vraag had niet echt wat met het onderwerp te maken, maar dat zat me gewoon dwars. Heel veel mensen keken vol afschuw naar deze video's en spraken er schande over. Dit mocht nooit meer gebeuren. Dylan Haegens mocht van zijn kijkers geen oorbellen meer dragen. Eén iemand ging zelfs zover om te zeggen dat hij naar een andere internetprovider ging. Maar dat had waarschijnlijk te maken met die glasvezelverbinding. Heel veel mensen waren dus niet positief over de oorbellen. En dan denk ik, waarom? 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 Waarom kunnen we elkaar niet de ruimte geven die we nodig hebben? En speciaal daarom heb ik dit filmpje gemaakt. Waarom laten we mensen niet zelf beslissen of ze oorbellen in willen of een piercing door hun tepel? Ik zeg niet dat Dylan een piercing in zijn tepel heeft. Maar als hij het heeft, laat het zo zijn. Wees verdraagzaam. Stel je open. Juist nu. Steun YouTubers die oorbellen dragen. Geef ze dat blauwe duimpje extra. Geef ze dat beetje extra liefde. En wie weet doet hij die oorbellen dan vanzelf wel weer een keertje uit. Want laten we wel wezen, het staat natuurlijk voor geen... Nee, ik bedoel, geef elkaar de ruimte om te dragen wat we willen. Want als je elkaar vrijlaat, kan er liefde ontstaan. En met liefde maken we alles heel. YouTube is liefde. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, abonneer. Want ook dat is lief. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Hier staat nog een andere leuke video waarin Dylan inderdaad oorbellen draagt. En hier een video zonder Dylan en dan ook weer zonder oorbellen. Maar het is wel een hele leuke video. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. YouTube is liefde.